Het verzoek van de verdediging om een voorlopige invrijheidstelling in de spraakmakende zaak tegen ondernemer John Mixon alias Saya is afgewezen. De rechter nam dit besluit nadat de advocaten hebben gevraagd om de gevangenneming van Saya en douaneambtenaar JC op te schorten. Advocaat Erwin Kanhai zegt dat de afhandeling van de zaak te maken heeft met misbruik van instituten om mensen strafrechtelijk te vervolgen. Als je dat dus hier een beetje kijkt, dan is dat ding begonnen door een brief die de inspecteur der belasting heeft geschreven om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Terwijl het allemaal gaat om onderfacturering, wat elke dag op de haven gebeurt. Onderfacturering heeft de eigen procedure. De eigen wettelijke regeling. Geregeld in de scheepvastwet en de wet tarieven invoerrecht. Dus hoe wij vonden, mijn persoonlijke mening is, dat deze hele zaak te maken heeft, zoals als VP dat zegt, misbruik van instituten. Mensen strafrechtelijk te vervolgen. Dat is mijn persoonlijke mening hoor. Dus want ik ken dat dus hier, ik weet waarover ik praat. Ja. En als ik kijk de wijze waarop zij is aangehouden, dan leek het alsof het dan een topcrimineel. Kan hij zeggen dat alle politiediensten erbij waren bij de aanhouding van Saya en dat dit alles boekdelen spreekt? De openbare aanklager haalde tijdens de behandeling van de zaak aan dat er niets hapert aan de dagvaarding van Saya, zoals de advocaten hebben gesteld. Kan hij merkt juist op dat de vervolging zich heeft vergist bij de beoordeling ten aanzien van de tenlastelegging. Ik doe overzoek omdat ik vind dat die dagvaarding dat ik gelijk kan en dat kunnen oplossen als inspecteur der belastingen door gebruik te maken van zijn eigen bevoegdheid als inspecteur der belastingen. Als hij nou gezegd had, meneer, u moet dat verschil betalen, hij zegt ja, dat doet dat niet met zulke brief naar de procureur-generaal. Nou ja. De rechtszaak vangt op 3 januari aan. De tenlastelegging die het Openbaar Ministerie heeft opgeworpen, kloppen volgens Kanhai niet helemaal. Het gaat volgens de advocaat om valsheid in geschriften, verduistering van middelen en het witwassen van geld. Advocaat Raoul Lobo zei tijdens de behandeling van de zaak dat het vervolgingsbeleid op basis van willekeur geschiet en dat dit tot het verleden moet gaan behoren.